Noorderlicht, Poollicht ofwel Aurora Borealis, een prachtig natuurverschijnsel. Soms heel goed zichtbaar in een cirkel rondom de Noordpool. En aan de andere kant van de evenaar heb je hetzelfde verschijnsel ook rondom de Zuidpool. Licht in verschillende kleuren en vormen, heel hoog in de atmosfeer. Soms ook een beetje bewegend als een soort gordijn in verschillende kleuren ook. Groen is de meest voorkomende kleur. Maar soms kun je ook dit prachtige rode poollicht zien. En dat kun je vooral zien als de maan niet zichtbaar is. Dus als het echt heel erg donker is, want het moet vooral donker zijn. 'S avonds, 's nachts en in de winter als de nachten lang zijn. En als er maar weinig vocht of stof in de atmosfeer aanwezig is. Poollicht in Nederland is zeldzaam, maar af en toe is het toch ook in Nederland mogelijk een glimp op te vangen van poollicht. Het heeft allemaal te maken met de activiteit van de zon. Als de zon actief is, dan zijn er vooral van dit soort zwarte vlekken, zonnevlekken, zichtbaar aan het oppervlakte van de zon. Zogenaamde koelere vlekken waarbij explosies plaatsvinden. En tijdens die explosies komen geladen deeltjes, elektronen en ook protonen vrij in de ruimte. En dat gaat met een rotvaart de ruimte in de vorm van zogenaamde zonnevlammen of zonnewinden. En als die zonnewinden maar genoeg snelheid hebben van miljoenen kilometers per uur en ook nog eens loodrecht gericht staan op onze aarde, dan kun je na 1 of 2 dagen op sommige plaatsen op de wereld dit prachtige natuurverschijnsel zien. Rondom de aarde zit het magnetisch veld. Eigenlijk is dat een soort beschermrand voor buitenaardse indringers, waardoor de geladen deeltjes worden afgebogen richting de Noord en richting de Zuidpool. Het is eigenlijk geen waterdichte rand, want die deeltjes komen toch wel in de hogere lagen van de atmosfeer, de ionosfeer, bij de Noord- en de Zuidpool binnen. En die geladen deeltjes, die protonen en elektronen, die botsen dan met andere deeltjes in de atmosfeer, gasdeeltjes, die dan oplichten als in een soort TL-buis. En daardoor krijg je dat prachtige licht, dat prachtige poollicht ook te zien. Het is niet overal te zien op de wereld. Het is eigenlijk heel goed te zien in 2 ovale cirkels om de Zuidpool en in dit geval om de Noordpool. De breedte is zo'n 10 breedtegraden breed. En je kunt het dus vooral zien in grote delen van Alaska, in Canada en ook in het zuiden van Groenland. En dichterbij is het in de winter ook zichtbaar op IJsland en in het noorden van Scandinavië. En als die zonnewind maar sterk genoeg is, dan kan dat gebied zich wat uitbreiden richting het zuiden. En kun je ook in Nederland, als je maar naar het noorden kijkt, en dat ook nog eens bij goed helder weer, dus weinig bewolking en weinig lichtvervuiling, een beetje van dit poollicht opvangen, zoals hier op 15 juli 2012 door Karin Broekhuizen in de Kiel is vastgelegd. Prachtig. Kun je poollicht een beetje voorspellen? Soms wel. Dan moet je kijken naar een magnetogram. Dit is het magnetogram van Kiruna in Zweden. En het magnetogram meet eigenlijk de verstoringen van het aardmagnetisch veld door zonnewinden. En als dat hoog is, zoals in dit geval, dan heb je kans dat er na 1 of 2 dagen prachtig poollicht te zien is. Met name dus in het noorden van Europa. Daar zijn ze echt het felst. Mooie foto's die worden gemaakt, op internet gezet. Het blijft dus genieten geblazen daar.